Op de Dr. Jan Schouterlaan in Maassluis is in de nacht van maandag op dinsdag een auto over de kop gegaan. De bestuurder is er zonder ernstige verwondingen van afgekomen. Wel zijn door de buiteling van dit voertuig enkele geparkeerd staande auto's ernstig beschadigd. De personenauto is rond 1:15 over de kop geslagen. Behalve de ambulancedienst werd ook de brandweer opgeroepen, omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. Dit bleek echter niet het geval te zijn. De takeldienst heeft de wagen meegenomen.